En daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe The South Place. Het heeft even geduurd, maar we gaan weer verder met het volgende game. Heel veel vrienden die ik ken en bepaalde gasten hebben het allemaal aan mij doorgegeven van joh, zoek je een online spel, dan moet je deze spel doen. Penumbra of Adventure Episode 1. Ik ga Episode 2 ook doen, ik weet dat het deel 2 ook is. Dus ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Ik weet dat het een horrorspel is, dus er zullen wel genoeg schrikmomenten in zitten. Dus daar kijk ik niet zo veel van op. Maar voor de rest, ben ik redelijk benieuwd. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Moeilijkheid, easy for players who are bad at action games. Normal, recommended, suitable players, hard for players who want a real challenge. Maar we doen gewoon normaal. There we go. My story began in February, year 2000. For my part in this allegory, I'm not going to make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it, so when he sent me a letter a few days after Mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. But he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago. And so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things, physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. Man, the intro is so fucking long. However, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day. And I considered in turn what it was that I was leaving. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Ah, we beginnen eindelijk. Het is tijd. We zijn alweer 3 minuten verder. Zoiets. Ik ben benieuwd. Het is wel een oud spel, maar maak het uit. Funny, we're almost docked. I better show my style my gear. I may be far from home, but chances I can still pick things up using left mouse, and I can take a closer look at things using right mouse. Oh yeah, this is a sort. This is a sort. Like a bit of sort. Yeah, sort of amnesia, like it all. It is over the mark. Zet hem met ik zal niet hoeven te weten. Alles goed, we hebben een notebook. Nee, ik wist niet dat ik het met linken moest geloven, hè. To-do list. Helemaal niks. Noten, niks. Oké. Neem een kussen mee. Flashlight switch over inventory tab. Hopefully my shark. Hopefully with the shark. Hopefully. Okay. Now where's the damage close to? Should be in the locker. Ah, werkt op batterijen. Shit. Moet een beetje denken aan Outlast. Dearest Eric,
Just a quick note before you set sail and leave me once again. I've left you a little something to remember me by the chest at the foot of your bed. I really don't know why you still only have one bed on board, taking shifts because of it's no way to get yourself rest. But what does a fisherman's wife know of life at sea? At sea. I'll be praying every night for you to make the catch you need so that you can come home to me safely. And soon, please don't be gone for 5 weeks like last time. I know I might nag sometimes, but I do love you, you know? No, I don't know. I washed those overalls for yours. Thank you. I know you'll get them covered in fish for no time, but still feel better knowing I have them washed. Okay. Oh, I'm lost. Jesus. Before I forget, the Henriksons in the village have asked me to see if you be coming by any trout, but I said they were mostly out of season. Season? Yeah. If you do happen upon any, don't say anything. Show them one in the eyes and I'll do something special with them to celebrate when you come home to me. The ship's captain deserves a little special treatment once in a while. Take care, my love. Thank you. So careful. So much careful. That shit. Okay, it's from dit. En als je dit in de werkt daar. Oh, dit. Nee, still niet. Dit, nee. Ik weet het niet. Fuck you. Oh, oh ja, dat is waar ook. Batteries! Ah, extra batteries. En een glow stick. Dus. Oh ja, glow stick. En een flashlight. Glow stick. En een flashlight. Go! As I stepped off the boat, sending out into the. Oh, I can now self-clicker. Into the blizzard that had formed around me, I realized how utterly devoted it had been to the discovery of my father's past. I had no idea what to expect. Soon enough, my concerns were justified. I don't know whether I lost my orientation or my spirit. First, but I lost feeling in my extreme G's soon after. Sorry. A new hope terminal was sending in. I started looking for shelter. It is cold as ice. What a forbidden canace! Man, I am. That's okay. I don't want that. Fuck. We're not alone. Rock. No shit. Ik wist niet dat het een rock was. Oh, okay. Fuck, dat wist ik niet. En ik kom naar beneden springen. Gewoon springen. Als toch hier maar mee is, maak toch een flikker uit. Volgens mij zijn we opgesloten. Fuck. Ik heb al mijn stem in mijn kop. Jeez, my hand. I can believe I fell down and survived. All through looking around, maybe didn't. What is this place? I have no idea. You tell me. Het komt me wel bekend voor.
zo'n bunker geweest, denk ik. Lijkt me wel. Hey, wat is dit? Een flare. Oh. Een steroid. Sinds wanneer weet ik dat ik dat gelijk allemaal nodig heb? Oké. There must be something in the way. Oké, dan gaan we de andere kant op. Flash. Hey, a hammer. Let's see, I can swing this hammer if I hold left mouse. Okay, this was it. Did name? Oh, fucking hell. Fum. Okay. Oh, die kunnen we kapot maken. Wie die ineens ook kon, joh. Nou ja, voordeel, ik zie er wel wat in. Tja! En bam! En smack it! Oh, sorry. En smack it! Oh! Hou die hamer wel vast. Ik kan de kleren klappen met ID. Wow. Fuck. Rechts of links? Ik ga rechts. Wow, what the fuck? Waar moet ik heen? Laat ik eerst even hier kijken. Wow, what the fuck? Oké, okay, kijk eerst even hier. Wow! Fuck. Waarom zit ik eigenlijk gebukt? Oh. Sorry. Lastig. Helemaal niks. Lastig ben ik een beetje verkouden. Oh, ik weet het al. We hebben deze nood. Ja, hoe is ik het? Deze wil ik alleen nog even veel na kijken. Waarom kijk je dat blauw te zien als je pukt? Goeie vraag. Ik wil even kijken waar de rest naartoe gaat. Naar boven, naar beneden. Oh, daar komt het vandaan. Ah, oh, je komt gewoon hetzelfde uit. Oké, okay. Weten we dat ook weer. Let's search it out. Whatever it was descending into, it was 100 feet below ground, protected by two solid metal hatches, located in a remote Arctic wilderness and buried beneath the snow. I didn't know what to expect, but it made me feel something I hadn't felt since I was a child. I never gave it much through before, but I realized that our entire society is a network of safety nets. Triple dot. Emergency service at the end of a phone line. Dat comma, nog wat. Ik weet niet hoe dat de Engels was. Health and safety in the workplaces. Hetzelfde friendship, hetzelfde family, lovers, all the
If something goes wrong, part of a carefully designed structure to prevent all but the most majoon of emotions. Once again, I felt like I did when I was in school, surrounded by a closing ring of older kids, knowing anyone that might help me. Friends, parents, teachers were too scared or too far away. Yeah, I've jotted down a note just in case. Let's just have it on. Ah, tuurlijk! Het gaat beginnen. If anyone or anything hear me, I best be staying low and outside until I know whether or not it is a threat. Crouching by pressing left control will give me the chance to hide in the shadow. I know I got it away because of the blue tint of my vision. Plus, I should be quiet enough that I won't be hurt unless something right on top of me. Better remember to shut any light source though. Okay, laten we eerst alles checken of alles uit is. Alles is uit. Ik ga bukken te lijf. Ik hier vast even een stopplek. Okay, waar moet ik heen? This place must be old if they still use your perfume lamps. Looks like there's still juice left. Okay, laten we de raad even kijken. We zijn nu bij de exit. Ik neem aan dat we richting de noord area moeten. Maar zo te zien kunnen we ook eerst naar de storage gaan. En dan moeten we naar rechts. Twee keer naar rechts. Of naar de office. Ik weet niet wat de best is natuurlijk. Flauw idee wat er gaat gebeuren. Ik ga die kant op. We gaan eerst naar de storage. Deze is wel fucking eng gemaakt. Storage room. Deze kant op. Ik hoor daar ook geluiden, maar of dat nou een monster is of zo? En dan zegt hij, ik maak weinig geluid. Nou, als je bukt, dan maak je net zoveel geluid als dat je loopt. Dus. Maar ik zie niks, dus. Ik zie wel een deur, dus ik neem aan dat hier de storage room is. Ja, inderdaad. Niet te veel geluid maken. Verder is hier niks. Oké, we gaan eerst de storage room checken. Fuck. Zo! Maakt de sluitende deur geluid nog even harder dan dat die al is. Tuurlijk. Verfblikken, just all paint cans dried up long ago. No shit. Fuck. It shows some kind of trapdoor, but I can see where it will be. We had to make a decision. Een van de drie deuren gaat problemen geven. Die dus niet. Dan neem ik aan die. Of waar dat beest zit. Maar daar ga ik dus never nooit naartoe.
Waar de spinnen naartoe lopen is geen goed teken. Ik hoor spinnen lopen, maar... Fuck. Een storage crate for transporting or supposed. There's a draft coming from the base. Fuck. So much of the sound effects. Wat zit hier dan? Fuck. Oh shit. Shit, ik weet niet eens wat dat was, shit. Niet. Ik ga de deur even barrikeren. Wat er allemaal gebeurt. Hier is geen deur, dus hier kunnen ze in ieder geval niet naar binnen. Oké, okay, wat hebben we? What the fuck? Painkillers en batterijen. Maar wat is dit? What the hell? What just happened? I don't know if there's such a... If there was a such a good... Good day. I may never get used to that. Zou er wat gebeuren ineens? Ja, niet eens. Maar wat zit daar nou? Zit er achter één deur een val zit. Nou, ik neem aan dat dat dan die is, maar wat zit daar? Maybe I can get some. I'm just drawing it down, just in case. Misschien is dat niet zo'n goed idee. Even kijken, there's a locked door with odd noises coming from behind in the storage. Aha. Kunnen we iets doen? Haal mee. Stop! Have a time! Nope! Nope! Dit gaat niet worden. Ah, wacht. Ik ga even een dingetje aanmaken. Painkillers. Flares. Aansteken. Lokken. How's that going to work? Weet ik veel. Zie wat jij het. Ieder is op slot. Fuck. Als ik nou eens de hamer pak. Hammer time! Nope. Oké, dan niet. The fuck, man. Godverkap daarmee! Oké, waar moet ik nu heen? There's still some juice left. Kan ik er niet uithalen? I need to start thinking straight. What am I thinking? Ik denk iets verrot of zo. Fuck.
So much. Oh, fuck. Stay there! Stay! Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, de hond! What the fuck did die hond hier? Shit, hij komt terug. Hij loopt me gewoon voorbij. Hij klinkt niet echt vriendelijk. Fuck. Even gaan bedenken waar we naartoe gaan. Hij gaat rechtdoor. De workplace of de office. De office lijkt me nou geen goed idee omdat hij daar is. Shit, hij komt terug. Fuck, hij komt terug. Ik kan geen hamer gebruiken. Kut, sorry. Links. Kom niet links. We gaan naar de kant op en we zien wel wat er gaat gebeuren. Lopen. De workshop. Kut. Waarom is die dan dicht? Oké, I found a locked door in the middle of the mine. Oké, de hond is er nog niet. Shit. Yeah, doggy, 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 doggy. Ik denk dat ik kan lopen. Geen hond gezien. Oh, we gaan nou richting de office. Oh, we zijn met de office. Run the shit! Oké. Oh, we zijn voorlopig hier veilig op de zie licht. Light, I must be outside already. This place is starting to get to me. But even if I could reach the grate... It looks built into the rock itself. No way it's coming loose. Yep. That's fucked up. Ah, flare. Ah, pijnstillers. Altijd nodig. Altijd goed gebruiken. Hebben we nog meer? Nope. 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 Oh, jawel. Beef jerky. What the fuck? Not without aroma. Ah, daar kan ik die hond denk ik mee. Ja, daar kan ik die hond mee afleiden. Dat is misschien wel een goed idee. Dat is misschien een goed ideetje om dat even bij hem te houden. Goed, dat zit in de kist. It's
It's locked. I need a key. Hammer time. Wow. Wow, het is nogal op ook. Fuck. Stop. Hammer time. Oké, wat heb ik gevonden? Big Book of Explosives. 1923 edition. Chapter 1.3 Black Match Fuse. The Black Match Fuse is one of the oldest, simplest and most reliable fuses used in the modern pyrotechnics. It's easy to create, essentially consisting of just string and gunpowder. But we warned, the chemicals concerned will stain clothing, and as always, due concern is advised. Materials required. Even kijken hoor, dit moeten we dus waarschijnlijk gaan maken. Een string. Perfect cotton. Oké. Black gunpowder. Backstring. Backstring. Bigstring. The string should be coated with a thin layer of backstring, which acts as an adhesive. The string is then carefully rolled in a gunpowder and left to dry at least a couple of minutes before use. Chapter 1.2. What the fuck? Hoeveel moeten we maken? Weet je wat? We kijken het wel na bij de volgende part. Geintje. Ik weet niet of je kan save. Hey, ik heb de eerste ingrediënt heb ik al. Pak de train. Oké. Kijk heel even snel nog wat er allemaal te vinden is en dan ga ik er vandoor, want ik ben al iets langer aan het opnemen dan ik eigenlijk doe. Dus ik ga eerst even de spullen binnenhalen, batterijen, de spullen binnenhalen die we kunnen vinden nu nog. En dan kap ik er mee voor deze keer. Nog meer beef jerky, geen hamburger, dat is niet jammer. Nou, hopelijk doet hij automatisch 7, dat weet ik niet, dat zien we gauw genoeg de volgende keer. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en graag tot de volgende part. Mazzel! Oh shit! Fuck! Loop, loop, go, 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 fuck, wat moet ik doen? Precies waar die loopt. Kijk. Oh shit. Shit. Fuck. Loop door. Loop door. Ah man.